Jongens, we... Jezus, duurt lang. Begin anders gewoon zonder mij. Jongens, welkom bij Nieuwe Gamers at Gear, het programma waar wij iedere dinsdag de laatste tech gadgets en gear bespreken. Naast me zit Peter, of ik... Wat? You had one job! Jij bent gewoon niet Peter. Nee! Jongens, welkom bij Nieuwe Gamers at Gear, waar we iedere dinsdag de laatste tech, gadgets en gear bespreken. Naast me zit Tom en ik ben Peter. Peter, ja. Dat was hem inderdaad. En deze week hebben we een setje. Dit is de eerste keer volgens mij in de geschiedenis van Gamers at Gear dat wij een setje te pakken hebben. Ja, een combo, een bundel. Een bundel, een redderprijs. Ja, inderdaad, een beetje wel. Nee, maar dit is het serieus. Pak mee. Ja, het is van Cooler Master als je je setup wil beginnen en je hebt niet al te veel geld. Want voor 60 euro heb je de Cooler Master Master Keys Light L. En dat is dus, ja, het is dus, ik weet ook niet hoe de dingen los heten, maar het pakketje van de muis en het toetsenbord is de Cooler Master Master Keys Light L. Ja, en ik moet zeggen, 60 euro en ik zie al lampjes. Ja, en dat is serieus... Je ziet ze gaan, hè? Ik heb al een review hiervan gedaan, dus als je echt alles wil weten erover, kun je lezen. Als je te lui bent om te lezen, kijk gerust verder. Maar echt alles wil weten, ga je naar hardware info? Ja, precies. Dan ga je dan rot je op van deze website, jongen. Gamersnet, wat een stakker zo. Ik hou ermee op. Maar nee, het komt erop neer inderdaad. Voor 60 euro krijg je wel gewoon al lichtjes. Wat best wel bizar ja, is. Een volledig RGB. Ja, pulserend ook. Maar oké, wat je dus niet krijgt is software. Dus er zit overal een ledje achter. Dus ja. Wat in potentie zou dit toetsenbord ontzettend veel toffe kleurtjes kunnen en programmaatjes. Maar dat kan dus niet omdat je alles moet besturen met die toetsen hierboven. Dat is best raar. Dat is best wel raar. Je stelt jij zei dat de Master Keys Light Pro... Ja, je hebt ook een Pro-editie, die krijgt wel weer software. Wat, kan die software niet hierbij? Nee, dat is dus zo'n ding. Dat is echt heel makkelijk te patchen. Ja, Cooler Master, als je kijkt, maar ik weet dat jullie kijken, dat moet je even doen. Maar hetzelfde geldt ook voor het muisje. Het muisje is serieus een wat minder fraai product. Daar kunnen we later nog even over uitweiden. Maar die heeft dus ook alle kleuren van de regenboog. Maar kan aan de hand van de toetsen die je dan zelf in moet drukken, maar een paar van die kleuren vertonen. Dus als jij een vaste kleur wil, dan kan het rood. En that's it. Maar als je het regenboogprofieltje doet, dan zie je wel groen en paars en blauw langskomen. Wat dan wel weer... Hij teest eigenlijk wat hij kan. Ja, precies. Maar hij is een beetje zo van... maar ik wou volledig blauw en dat kon dus gewoon niet. Nee. Dat is... Nee, snap ik. Dat is heel raar. Terwijl het toetsenbord kun je met al die toetsen kun je nog wel zeggen, nou ja, ik wil blauw of ik wil ripples of... Daar kon dan wel iets meer. Oké. Terug op het toetsenbord, want je hebt heel erg te spreken over het toetsenbord. Het is natuurlijk geen... Het is geen mechanisch toetsenbord. Dat kun je niet waarmaken voor die prijs. Nee, het is een mechanical toetsenbord. En geloof me jongens, dit wordt de nieuwe rage in de toetsenbordwereld. Je hebt natuurlijk membraantoetsen. Die zijn heel goedkoop. Dat is wat we vroeger allemaal gebruikten, membraantoetsen. En je hebt mechanisch en dat zijn de high-end dingen. Ja. En nu zie je overal bedrijven oppoppen met hybrid... switches of mechanical, zoals Cooler Master het noemt. En het komt er eigenlijk op neer, het is een membraan toetsenbord met daarop een soort plastic klikkertje, zodat het iets meer simuleert wat een mechanisch toetsenbord doet. Ik weet niet, het klinkt een beetje als Rolex met KS. Ja, nou... Net echt. Nou, nee, maar wat ik... Serieus, ik moet zeggen, oké, het is niet zo duurzaam als een mechanisch toetsenbord, maar het voelt wel heel fraai en het heeft wel een beetje dat gerikke tik. Het ding is alleen wel, je moet de toets volledig indrukken om de toets ook daadwerkelijk op je computer te zien. Dat is mijn mechanische switch, zit er altijd een actueringspunt in. Dat heeft deze dus niet. Maar bijvoorbeeld in hun defense krijgt Cooler Master wel weer iets wat spetbestendig is. Want membraan, een rubber membraanronde wil zeggen dat het wel beter tegen water zou kunnen dan bijvoorbeeld, of cola weet ik veel, dan bijvoorbeeld een Cherry toetsenbord. Ja. En de Cherry switches passen erop. Dus ze hebben zoiets van, oké, het is niet mechanisch jongens, maar we proberen het wel een beetje na te bootsen. Je zou ze zelf kunnen toevoegen. Je zou zelf, nou ja, niet de switches, maar de keycaps. Ja. De keycaps kunnen erop, maar de switches zijn dus ja, precies. Een beetje van beide. Dus het is en rubber en een beetje plastic, zodat het wel lijkt op een mechanisch toetsenbord. Maar het is vooral heel erg betaalbaar. Want je krijgt en een muis en een toetsenbord voor 60 euro. Ja, maar dat is wel het ding voor 60 euro. Ik vind het toetsenbord echt, hoe het gebouwd is, al die kleurtjes, hoe het aanvoelt, het type, spetbestendig. Dat vind ik een hele goede move in dit bundeltje. Voor 60 euro krijg je een superleuk toetsenbordje. Maar die muis is echt, jongens, dit doet het hele ding weer af. Nee, echt, sorry. Nee, ja, maar sorry, het voelt goedkoop aan. Het ding weegt nog geen, onder de 100 gram.
Het voelt heel, heel goedkoop aan. Het plastic wat erop zit gaat heel snel plakken en er vetresten verzamelen er heel erg op. Je ziet hier overal van die voegjes waarvan je gewoon weet dat je elke 2 maanden gewoon echt kilo's huidresten eruit kunt pulken. En hij gaat tot 3500 dpi, maar dat gaat hij maar in 4 standen. Dus je kunt switchen, maar goed, dat zijn er maar 4 standen. Iets ertussenin kan niet. Lift-off height kan niet anders. Refresh rate kan niet anders. Het is wel een optische sensor en ja, hij werkt in heel veel situaties. Maar het is, weet je, een beetje een pro-gamer zou meteen zeggen van, nee, het toetsenbord ja, maar een muis investeer ik wel in een ander. Ik heb de oplossing. De oplossing je is... Je gaat naar papa-mama of je voogd. Ja. Je zegt, ma, luister, ik heb een toetsenbord hier. Ik heb een muis voor jou gekocht, die had je nog nodig. Die muis kostte 60 euro. Ja. Nou, dan rip jij je moeder of voor 60 euro heb jij een toetsenbord gratis, even niks erbij. Dat Bam. Kan inderdaad, hoppatee. En dan heb je wel een vrij goed toetsenbord. En je ma heeft iets waar ze niet meer over weg kan. Nee, want die zit elke keer weer op dat beeldscherm. Waar moet die muis? Waarom zitten er van die kleurtjes op? Ja, ja is ook lastig. Nee, is ook heel lastig. Dat snap ik. Hij ging ijzerrood, maar ik moet dat stoppen. Ja. Nou, serieus, je kunt het heel makkelijk weer uitkrijgen. Dus. Okay. Maar ja, goed, dan moet je moeder even het boekje ook meegeven van hoe je al die kleurtjes aanpast zonder dat er software bij zit. Oké, toetsenbord is alleen al 60 euro waard. Goed degelijk product, zoals Tom zou zeggen. Degelijk beestje, ja. Muis is echt... Ja, laat maar zitten. Het is, okay. Dat is geen vrij spul. Maar echt, serieus. Is die niet op Marktplaats? Nee, serieus, die zetten we op Marktplaats. U kunt hem kunt straks doorklikken. Links staat in de beschrijving. Bieden begint vanaf 10 euro. Nee, maar ook coole massa. Links staat in de beschrijving hoor, als je hem terug wil. Maar nee, echt oprecht. Dit soort toetsenbordjes mogen van mij meer. Dit soort toetsen, want het is super goedkoop. Nee, het is niet mechanisch, maar het is de perfecte vervanging voor alles wat ooit membraan was. Of membraan toetsenborden. Maar dan weg, laten we dit soort dingen erop zetten. Memganisch. Memganisch. Mooi gezegd. Elke partij doet het nu, maar dit is de beste naam, Cooler Master, Memganisch. Oké. Jongens, bedankt voor het kijken. Als je het een tof item vond, kom sowieso elke dag naar Gamerset, want we hebben super vette items, elke dag weer. En als je dit op YouTube kijkt, abonneer voor meer. Dat is altijd goed. Goeie boodschap die ik even geef. Hé, hey, en zie je nou woensdag als je op YouTube kijkt, maar op dinsdag staat hij al op Gamersnet. Bam, dagje eerder. Lifehack, jongen, pro tip. Je hoort het hier als eerst, Gamersnet hier. Bedankt voor het kijken, tot volgende week. Peace.